vandaag een feestelijke opening. We hebben het project Zoetwaterboeren opgestart. Een idee van mij van een paar jaar geleden waar we wat partners bij gezocht hebben. En in de BO hebben we daar een financier in gevonden. Het is een project wat zich bezighoudt met duurzaam waterbeheer. Dus het vasthouden van zoetwater of regenwater in de percelen. Dat regelbaar maken door samengesteld drainage. Het overschot van het water slaan we op. En kunnen we dan weer in een seizoen later gebruiken in de teelten. En dat wenden we aan door middel van druppelirrigatie. Nou, afgelopen zomer hebben we wel weer gezien waarom de thema's waterbeschikbaarheid en inspelen op klimaatverandering heel erg belangrijk zijn. En daarom investeren wij ook graag in dit project Zoetwaterboeren. Juist omdat we hier op een praktijklocatie echt zaken aan het uittesten zijn die uiteindelijk de akkerbouwers moeten gaan helpen met hoe ze nou in moeten spelen op die thema's. En ook omdat kennis delen een groot onderdeel is van dit project. En dat vinden wij erg belangrijk, want wij doen onderzoek en de resultaten en de kennis die daaruit voortkomen, die moeten uiteindelijk wel terechtkomen bij de akkerbouwers. Zoetwaterboeren hebben we eigenlijk zijn we gestart vanwege het feit dat het klimaat verandert. En dan moeten we natuurlijk ook als Agrarisch Nederland en ook de akkerbouwers en ook de bollentelers moeten we natuurlijk daarmee leren omgaan. En er zijn eigenlijk drie dingen die we aanzien komen. Nou, heel actueel. Verdroging. Maar we kennen ook periodes van wateroverlast. En nog de sluipmoordenaar die er ook zit. Hè, dat is juist met verdroging. Dat is natuurlijk ook verzilting. Door het project Zoetwaterboeren ben ik ook een expertisecentrum of een bezoekboerderij geworden. Waar mensen met eigen ogen kunnen zien wat we hier gedaan hebben onder de grond en boven de grond. En dat onderbouwen we ook door middel van cijfers. Dus je weet wat de investering is, je weet wat het op kan brengen bij mij op de locatie. En die vertaalslag naar je eigen locatie kan je maken. En de bedoeling is eigenlijk dat je een soort cafetaria model krijgt. Dat je vanuit al die verschillende vormen van of samengestelde drainage of beregening een voor jou passende oplossing kan kiezen waar jij mee uit de voeten kan. Er is een bepaalde vraag in een bepaalde tijd, maar dan is er tekort water en er is een bepaald aanbod en dan is er ruim voldoende water en dat matcht niet. En dan gaan we daar feitelijk willen we dat opslaan. Want dat willen we uiteindelijk en dat willen we opslaan. Dat kunnen we bijvoorbeeld daar in het bassin, we kunnen hier in de sloot, maar we kunnen ook in een zoetwaterbel. Dus dan gaan we het in de grond opslaan en dan kunnen we, als we het nodig hebben, halen we het neer naar boven. Tegelijkertijd is dat ook een mooi voordeel, daar gaan we ook verzilting mee tegen. Want als we dat zoet water opslaan, dan kunnen we namelijk een lens over het zoute water. Hè, want zout water, dat is zwaarder en als je daar zoet water overheen legt, komt dat zoute water er niet doorheen. Het mooie aan dit project is dat er een grote verscheidenheid aan partners aan tafel zit. Dus er zitten zo'n 15 partners aan tafel. En dat gaat echt van bedrijfsleven tot onderwijs en overheden. En dat maakt het eigenlijk heel erg krachtig dat we echt met zoveel partners met z'n allen het beste resultaat uit dit project proberen te halen. Een groot doel van mijzelf is om ook de interactie tussen de verschillende projecten die al op andere plekken in Nederland draaien. Dus denk aan Rusthoeven, denk aan SPNA boven in Groningen, Friesland. Om dat te combineren en gezamenlijk het onderzoek op het gebied van deze innovatieve technieken te koppelen aan elkaar, zodat het wiel niet opnieuw wordt uitgevonden. En dat de versnelling eigenlijk de komende 4-5 jaar wel plaats gaat vinden. Mocht je meer informatie willen over dit project, dan is dat te vinden op onze website www.bo-akkerbouw.nl. Als je zoekt bij het kennis- en innovatiedossier of op het project Zoetwaterboeren, dan vind je daar alle informatie over dit project.